toch, echt wel. Ja. Twee meter, dus ik denk dat ik wel 8 maanden zoet ben. We zijn net vertrokken van camperplaats De Waterhoeve in Kloosterzanden met een hele lieve gastvrouw. Ja. En de baas, Anton. Ja. Eitjes gekregen. Eitjes gekregen, pannetje. Ja, en dat kwam goed uit, want de nasi was bijna klaar. Dus daar konden de 2 eitjes er lekker bij. Ja, daar hebben we 2 eitjes bij gebakken, heerlijk. Ja, en nu gaan we op naar? Noorderloos. Noorderloos. Net boven Gorinchem. Nou, gisteravond is vlog 73 online gekomen. En die doet het wonderwel goed. Ja, dus we gaan weer met goede moed verder. De volgende maken, ja. Maar dan is dit wel een van de eerste, dus welkom bij vlog 74. Ja, 74 alweer. Ja. Nou ja. En net heel leuk weekend achter de rug in Rukve ook. Ja, Casa Caballero, Pecky en Kees. Ons Delphine, Hans en Roman. Roman. Ja. Roman. Ja, heerlijk dus, gegeten. Ja, heerlijk gegeten. Gezellig gefietst. Het schiet op. Ja, nog een week en dan gaan we naar richting Portugal. Ja, met wat tussenstops nog. Ja. Maar in principe is de bestemming vooralsnog Portugal. Ja. Nou, dan gaan we de Westerschelde-tunnel. De Westerschelde-tunnel, ja. Ja, die is nu, moet je nu nog voor betalen. Ja. Maar ik heb gelezen dat vanaf 1 januari 2025 dat je dan niet meer hoeft te betalen. Oké. Om er even niet uitkomen. 6,6 kilometer. Nou, spannend hoor. Echt wel. Zo. Weer licht in de duisternis. Nou, donkere tunnel hoor. Ja. Hier was een pechgeval, geloof ik. Ja, pechgevalletje. Heel serieus als ze een heleboel één baan afzetten. Ja, een autobus. Dan moeten we zo nog even betalen natuurlijk. Ja, betalen pannenkoek, €7,45 was het geloof ik. Ja, de heenweg, nou lijkt me de terugweg ook wel. Ja, hij stond op het bord. Nou, hebben we ook weer betaald. We mogen weer verder. Hey On. Hey In. Heeft de auto nou, heeft de camper nou alweer dorst? De camper heeft alweer dorst. Ja, ja het is moet, wat. Ja. Dat ding dat lust wel wat. Ja, dan moeten we er wat in stoppen. Elke 10 kilometer wil hij 1 liter diesel hebben. Maar we zijn bijna bij de camperplaats. Ja, in Noorderloos. 8 minuten rijden gaan we. We hebben onderweg nog even een kopje koffie, een krentenbolletje gegeten. Ja, was wel goed. Goed plan. Ja, okidoki. Beetje druk onderweg bij Sliedrecht. Ja. Beetje op en aan, maar niet echt heel veel. Nee. Maar ja, we gaan weer parkeren zo. Oké. Houdoe hè. Houdoe. Nou, zijn we er bijna. Ja, nog even een drempeltje hier. Oh, wow. Na 200 meter bestemming bereikt. Het wordt wel steeds smaller. Het wordt steeds smaller, ja. Denk aan de lak. Denk, oh, te laat. Bestemming bereikt. Oh, is het hier? Waar dan? Kies uw keuken bij ons thuis. Ja, waar dan? Oh, daar dan. Oh ja, hier. Toch nog iets verder, Tom Tom. Ja, ik wou net zeggen, dus ik ben de pakezel. Jij bent de pakezel. En dan gaan we dit even opruimen in de All Safes opslag. Ja. Oh ja, hierheen. Yep. In het laatste deurtje. Een groot gouden slot. Ja. Oké, waar gaan we het neerzetten? Ja. Denk gewoon eventjes. Hebben of op. Ja, gaat. En dan die. Zo, daar zit je dan in je campertje. Te kijken naar een motorrijles. Maar met heel veel regen en hele harde windstoten. 74 km per uur.
zoals jullie kunnen horen en misschien ook een beetje zien aan het wiebelen. Het gaat echt hard tekeer. We zijn in Lelystad, op camperplaats Lelystad, ook wel Flevo Marina. En we zijn de enige tot nu toe. We waren niet de enige vanmorgen. Naast ons stond een hele dikke Morelo. Echt een hele dikke Morelo. Maar goed, dit is nu het beeld. Dus en Ineke, word je al een beetje zeeziek? Ja. Ik ook. Gaat aardig te keren. Ja. Het zou nu zo'n beetje moeten ophouden en minder worden, maar ja. Het ziet er nog niet uit. Goedemiddag allemaal. Ik heb een pakketje besteld. Dit heb ik besteld bij Wolplein. En het is een kant-en-klaar pakket. Ik heb dat doos al even opengemaakt. En daar zitten allemaal bolletjes garen in. Allemaal mooie blauwe kleuren. Groen, blauw. Ik ga de Queen Bee deken maken. Tijdens onze reis uiteindelijk naar Turkije. Die duurt een maand of 8. Dus ik denk dat ik wel even zoet ben. Hij wordt 1,50 meter bij 2 meter. Dus ik denk dat ik wel 8 maanden zoet ben. Nou, en wat voor auto zitten we nu dan? Een elektrische auto. Het is een elektrische motor. En we zitten in een Peugeot van onze dochter. Kunnen we even in rijden. Ja. En waar gaan we naartoe? We gaan naar de kapper. We gaan onze haartjes laten knippen voordat onze reis morgen begint naar het zuiden van Europa. En daarna in maart volgend jaar naar Turkije. Dus onze website volgen, want daar staat van alles al op wat we gaan doen allemaal. Onze vlog 73 is live en die doet het heel goed. Dus heel veel mensen vinden die hartstikke leuk. Dus heb je nog niet gekeken, zou ik gauw even kijken. Heb jij nog wat te vertellen? Nou, ik ben aan een nieuw project begonnen. Maar ja, ook dat is te volgen op de website bij de Haakboutique. Ik heb een deken in opdracht gemaakt en die gaan we morgen afgeven. Die gaan we morgen afgeven op de Hoeve. Op Miekes Hof. Jouw Haakboutique op reis is ook te volgen via de website. Ja, yep, klopt. Dus daar kunnen de mensen het project van jou volgen. Oké. En dan nu naar de kapper. Ja. Yep. Zo, we zijn naar de kapper geweest. Ja. Yep. Is weer een stukje af. Nou, een stukje. Ja, bij jou is er meer af dan bij mij. Ja, zeker. Ja. Maar was weer gezellig bij Urmela. Urmela, ja. Ja, ze heeft nu een kapsalon aan huis. We waren eerst even verkeerd gereden. Ja. Waar ze eerst de kapperzaak had. Ja. Maar ja, we hebben het gevonden. En we waren er notabene al een keer geweest. Ja. Nou ja, goed. We hebben het ook zo druk. We hebben het ook zo druk. We hebben een zwaar leven. We hebben een zwaar leven. Nou, we gaan bij Joyce nog even een lekker kopje koffie drinken. En dan gaan en dan we naar Emmeloord. Naar Emmeloord, ja. Naar, voor de camper te wassen. Ja. Nou, deze vieze camper gaat nu gewassen worden. Oh, hij is wel heel smoetsig. Ja. En vooral op het dak, maar dat kan ik nu niet filmen. En wordt gewassen bij Pro Nano in Emmeloord. Ze gaan hun best doen, hebben ze gezegd. Nou, de voorkant smoetsig. Dus hij heeft een wasbeurtje nodig. Hier is hij ook nog heel vies. Dat ziet er niet uit. Nou, hier valt het nog. Oh nee, is het ook echt vies. Statisch vuil hoorde ik dat dat was. Ja. Statisch vuil. We gaan het zien. Hier is hij ook heel vies. Daarboven vooral. Ja. Oh, echt heel vies. Ja. Maar het komt goed, zeggen ze. Dus.
Ineke. Hey, hallo. Hoe gaat het hier? Goed. Bij Nano Pro Nano in Emmeloord. Ja, geweldig. Hè? Ja. Ik wist niet dat hij zo vies was. Nee, hè? Nee. En bovenop ook niet. Dat was echt smerig. Ja, het is echt... Hij is weer wit. Hij is weer wit, hè? Ja. Nu gaat er nog een waslaag overheen. Nou, volgens mij is dit osmose water. Oh, oké. Voert hij mee af. Beta 1, een paar koeien. Ja. En een kalfje, die staat achter Ineke. We zijn in Kessel. Ja. We hebben de deken afgegeven die ik gehaakt heb voor Lennette van Miekes Hof. Ja. Hebben we afgegeven. En nu zijn we in Kessel. Ja, het is een beetje bewolkt aan het worden. Het was echt zonnig onderweg. Ja, morgen zijn we op tijd opgestaan. Ja. Gas getankt, diesel getankt. Ja. Boodschappen gedaan. Nou, deken afgegeven en nu in Kessel en morgen naar Luxemburg. Ja, het begint onze reis. Ja, begint onze reis weer. Ja, naar het zuiden. En daarmee sluiten we vlog 74 af. Ja. En dat doen we bij deze. En dan zeggen we, abonneren is gratis. Duimpjes omhoog, altijd leuk. Ja. Reacties vinden we nog leuker. Ja. En we reageren op elke reactie. Ja, sowieso. Toch? Toch, echt wel. Ja. Dus... Nou ja, dit is einde vlog 4C. Ja. Tot de volgende vlog. Dag. Dag.